There are many weapons of mass destruction in Baghdad. There you have. Nou, dat zal de New Yorker eerlijk gezegd worden. Aanstaande zaterdag aan de tafel. Is het mogelijk dat Owe Frank de Graven speelt met de nieuwe look van Frank de Graven? Maar nou, kunnen we wel. De Graven hebben niet het synthetisch. Nou ja. Die heeft zijn haar nu naar achter gekant, hè? Een beetje als Jeroen Cabré in Soldaat van Oranje. Ja. Ja. En ja, haar leuk doen en binnen de lijntjes lippen stiften, maar ja, het was gewoon geen gezicht. Nee, nee. Martine. Was dat mogelijk om daar Vanessa van te maken? Would you actually? De borsten van Vanessa. Oké. En dan hebben we als derde aan tafel Tony Blair, Thomas. Nou, die heb je. And we cannot and will not. So, you know, there you are, you see. Voor Paul, die wilde graag Jeroen Pauw proberen. Buiten is het 28 graden. Dit gaat een beetje zo, buiten. Zit ik met een pruik? Binnen zit ik met een. We willen een paar correspondenten doen in het filmpje. Niet alleen maar correspondenten, namelijk ook op een gegeven moment ook die roeptoeter van Saddam Hussein, die als Shahaf. I refuse to accept that somebody is filming me. Zou ik ook kunnen. Goodbye. Die halen we zo uit de kast, denk ik. Hè? Maar is het bijvoorbeeld mogelijk om dat Paul Max Westerman doet? Nee, is dat een kaalkop? Die blonde, het is een blonde, die heeft een blonde jongen die altijd in de wind staat. Ja, dat is leuk. Nou ja, het zou voor ons heel goed uitkomen omdat we, omdat we een paar correspondenten doen en we weten die tekst pas vrijdag. Dus. Doet de New Yorker allemaal zelf, dat weet de New Yorker ook wel. Maar dat is lekkerder. Zo lekkerder, want hij is net iets te lang. Ja, dat voel je ook. Is dat een beetje te doen? Ja, we komen vanmiddag wijn drinken. Ja! Uurtje of half vier, 4 uur? Nee, van hoe heet ze? Van de SP. Femke, oh, ja. Heb je gelezen wat die gezegd heeft? Nee. Sinds ik er zelf in zit, kijk ik niet meer naar kopspijkers. Maar zij heeft er ook gezegd, het ergste wat mensen over mij kunnen zeggen, is dat ik geen gevoel voor humor heb. En dan doen we er één keertje na en dan is dit de reactie. Dus het is gewoon een humorloze, saaie. Wat mooie doos. Dat wel, toch? Oh, dit is Jeroen Pauw. Dit wordt je. Het is Tom Egbers. Dit is geen Jeroen Pauw. Het is gewoon Klepelak. Dat is Mientje vader. Dan hebben we die gewoon. Dat is ook een beetje Mr. Bean. Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de kranten van. Nou, dat vindt geen lelijke man hoor. Ik kan Karen Bloemen denk ik ook wel een keer. Ja, maar daar hoef ik niks voor te doen. Nee. Nee. Hier komt het. Het gaat een draadje zo, en dan draai ik het achterop. Schroeven katten over. De maatschappij willen we veranderen, daar gaat het om. Ik sta ook mijn steentje bij. Het gaat niet om humor, het gaat meer om wat je kan bereiken. Hoe je die maatschappij bij de spreekwoordelijke kladder kunt grijpen. En daar ben ik dan voor. Ah, la, 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 la. Maar meneer de Graven, hoe treurig is het om je leven lang veelbelovend te zijn? Van Jack? Ja, Jack zat gewoon te vragen. Jack zat het En mijn hemel, dit is toch Jacks programma? Geeft u nou eens antwoord op mijn vraag. Hoe treurig is het? Jack, dit is toch jouw programma? Jazeker. Dat zit, hè? Even man tegen man. Ja. Help! Ja. Jeroen, misschien kun je de gasten aan mij overlaten, want ik wil het een beetje leuk houden. Ja? Dat gaan we doen. De voorkeur van de partij ging uit naar een vrouw. En dan kun je wel elke ochtend een jurk aantrekken en oorbellen erbij zoeken die erbij passen. En je haar leuk doen en binnen de lijntjes lippen stiften. Maar ja, het was gewoon geen gezicht. Nee, nee. En dat je dan zegt, nou ja, maar gelukkig heb ik nu weer heel veel tijd voor thuis. Nou, je kunt ook positief bekijken. Ik heb meer tijd voor thuis. Nou ja, thuis heb je ook weggestemd laatst.
Ja, ja. Nou ja, dat is het bericht. Ik ga kamperen. Thuis, ja. Het ging om dit bericht, Frank in de tent. En er staat hier, ik verlaat mijn comfortabel huis in Amsterdam voor een tentje, verzucht het Kamerlid met een nieuwe snelle look. En dan zegt hij onderaan ook nog, ik heb de stemming thuis verloren. Ja, nou het was snipt hoor, het was 3-1. Eén gewone koffie erbij. Oké. Zo, schuldig mij erover. Hoi. Hallo. Dankjewel. En hij vroeg de zangeres om een toelichting. Fantastisch natuurlijk. Oh, nee, gaat hij niet. Pak jij maar. Connie van Breukhoven, telefoon. Gaat in naar de grote tafel straks. Free Record Shop eigenaar Hans Breukhoven. Net naar oorlog geboren, 1946. Net naar oorlog geboren, 1946. Bij ons meer kleine, Toussaint Brood, fantastisch. Daarna ben ik nog een kleine tijd in de groothandel van de kleine vak gestuurd samen met computer. Dat is wel heel lang geleden. Ja. Start. Nou ja, wat Owen net voorstelde om niet meteen op de seksgraf te komen, is dat Jack denk ik gewoon, ja, ten eerste gewoon heel recht op zee van de week, Hans Breukhoven, is aan het klimmen, hè? Op top van de manier, hier en daar ook. Ja, is dat doodpanser, overstaat, ja. En wat leuk is, hebben we daar een... Een straalverbinding mee. Nou, ik heb een verrassing voor je, want als het lukt, hebben we een straalverbinding met Tanzania. Hans? Nee! We... Hans? Ja! Ah! Kijk, wat lukt maar. Schatje! Ja. Dat is schatje. Je kleine tuinkaboutertje. Dat zou ik goed maken. Tot gauw, groet aan de kinderen. Dag poepje. Nou, dit wordt een beetje... Basie. Wat is dit shot? Ja, dit is het volgens mij. Dan kan ik hem vanavond eventueel wat groter maken of wat naar links of rechts zetten. En dan wil je liever ruimer opnemen. Ja. Ja. Afijn, we gaan steeds 500 meter omhoog en dan weer een klein stukje omlaag. Sorry? Ik ben niet tevreden. Max Westerman, dat zal thuis meer eer aan te behalen qua imitatie. Dit is goed hoor. Dag Lizzie! Dag Achterkoentje! Ach, dag Toppertje! Dag Toppertje! Nou. Oh, doe je daar even zien mee? Ja, dag! Ja. Je weet niet over zo'n straat kunnen kosten. Dag Platenboefje! Nee, wacht even. Nee, het is een hele dure straalverbinding. Oh, ja. Schatje, dag! Maar legt u nou eens uit, hoe komt het dat u uw echtgenoot vrijwillig een liefhebberij kiest waarvoor hij heel lang in het buitenland is? Ja, weet je, je kan hem op een gegeven moment gewoon niet meer bieden wat hij allemaal wil. Dat is niet mogelijk. Ik bedoel, ik kan toch moeilijk de hele tijd mijn borsten maar zo laten vergroten dat er op de toppen eeuwige sneeuw ligt. Kan iemand mij even oppompen? Wat zit er in de keel? Nou, ja. Dankjewel. Ja, punt met de breien. Ik zie nooit zo goed wat ik doe. Dat zit je zo, ik ga echt pijn in je armen doen. Ja, ik weet maar wat het is toch een beetje op de gok. Het is een beetje op de gok. Ik Jeroen, pak dat cadeautje nou maar even uit, hè. Ik heb een cadeautje voor Jeroen. Mag dat ook straks? Nee, dat moet nou. Nee, pak nou maar uit. Ja, want hebben we het allemaal gelezen, dames en heren. Jeroen, die wordt vader, hè? Ja. Ja. Ja, want hij is samen met Daphne ontbijtkoek natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb sokjes voor je gebruikt. Oh, nee, maar het... Ik neem je niet kwalijk hoor, maar dit lijkt toch meer een soort van pannenlap eigenlijk. Ja, sorry, maar ik kan al eenmaal niet zo goed breien. Ik bedoel, ik zie toch nooit wat ik doe. Ja, over de Anne Frank plantsoen. Ja, eens een keer, ja. In Eindhoven heet het plantsoen het Anne Frank plantsoen. En toen hebben we de grap gemaakt met uit de kast komen in het Anne Frank plantsoen in Eindhoven. En die gaan we gebruiken morgen. Oké. Dus alle reden om achterover te gaan. Ja, die hebben we.
Ja. Die is binnen een spreekwoordelijke pocket. Van een vechter die hem gaat zeggen. Van jou kan dicht, zo. En je krijgt een enorme wind. Met windvlagen ook. Heerlijk. Het is van die, daar verheugt de New Yorker zich nou op. En er staat hier ergens, ja, ergens in het hoekje, misschien net een van de twee Twin Towers of zo. En op het moment dat, zijn dat nou de Twin Towers, dat je... Dan gaat de New Yorker eerst eens naar de opticien die met deze waardeloze contactlenzen heeft aangesmeerd. Hier, hè? En dan ga je tegen die wind in. Ja, oh, dan kan je. Dat je op een gegeven moment reportage over hondenpoep staat te maken, bij wijze van spreken dan. En eindeloos zit te wachten tot de wind weer opsteekt. En ik geef toe dat ik inderdaad destijds mijn reportage over hondenpoep in scène heb gezet door zelf overal te gaan zitten schijten. Ben jij zelf ooit in de verleiding gekomen om nieuws te verzinnen? Nou, ik weet dat over mij het gerucht eronder doet dat ik ten einde een reportage te maken over het hondenpoepprobleem in Central Park hoogstpersoonlijk in het openbaar groen zou hebben zitten schijten. Maar dat is allemaal roddel en achterklap. En dit was Max Westerman, niet uit Driebergen-Zeist, maar uit New York. Dus niet uit, uit zijn Spijker. Volgens mij zijn dat gewoon echte Twin Towers. Wie is hier nou de New Yorker? Ja. De New Yorker heeft er genoeg van om elke keer, ja. Niet vanuit een studiootje in Varsseveld, maar vanuit... Niet vanuit de kelder van zijn ouders in Arnhem. Ja. Koekoek. Max! Tee! Ik zie het. Max, hoe kan het nou? Ik zie de Twin Towers. Dat kan toch niet? Dit was Max Westerman voor Farah Kopspijkers. Niet vanuit de garage van zijn ouders in Arnhem met een foto op de achtergrond. Windrug, New York. Ja. New York. Ja, dankjewel. Ja. En zet die ventilator nou eens een keer uit. En zet die ventilator terug bij hem gevonden. Ja. Lukt het, boys? Ja. Ja. Yes. Ja, goed. Buiten is binnen, we kunnen naar huis. Dus ik hoef niet te controleren of het allemaal wel in orde is. Ik kom ook alleen even kijken wie er helemaal werkt. Nee, maar we worden betaald. En dat lijkt niet zo te zijn. Nou ja, de vader gezet, het is zover, dat is ongeveer zo voor die controleer nou alsof ze die uren ook maken, want die indruk hebben we niet. Dus ja. Waar komt Tony Blair als fragment vandaan, zeg maar? Uit het journaal van dinsdag. En die heb jij? Nee, making of what? Ja, de making of what? Making of Jack. De making of Jack. Making of Jack. Ja. Nou, dat is leuk. En dat wordt natuurlijk dan weer commercieel uitgebuit. Uiteraard. Dat moeten de mensen dan kopen. En als ze het kopen, zien ze dat ik zeg, ze hebben jullie aardig te pakken. Want je betaalt voor iets wat eigenlijk geen moeite kost. Ja. Ja, wel slim. Ja. Dat is publiek en toch commercieel. Ja. En ik vrees dat ik daar niet in meedeel. Nee. 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 Oké. Okay. Ga ik je voorstel niet zeggen? Ja, dan meld ik het wel even. Ik heb sterk in dat je even in beeld staat, Owen. Met je... Goedemorgen. Ja. Nee, de spijker onder. Hoi. Oké. Ja, zeg. Ja, de sprekers staan erin. Mag ik hem naaien? Ja. Ik prik niet. Jij kan dat. Maar durf je dat? Ja. Oké. Laat die dan hangen. Kijk hoor. Ze krijgen ze maar duur. Ja, dit gaat werken, man. Ja. Zijn die tieten groot genoeg? Dit is absoluut het moeilijkste gedeelte van het werk. En Frankie, je moet je teksten gaan doen. Ik ben die maatschappij pakken bij de kladden, met humor als doel. Een middel. Nee, humor is het middel. Ga even, niet meer. Sorry. Loop je making of? Hey, 3 uur bonusmateriaal. Ik ben zo bang, als dit al wordt uitgezonden, die making of, dat top 5 dan ook na gaan doen.
Ik ga vast naar boven, meisje. Nee. Allereerst is hier zangeres, showbiz-fenomeen en diva Connie Brughoven. Dan VVD-kamerlid Frank de Graven. En Jeroen Pauw, journalist-presentator. Neem plaats. Jeroen, welkom. Ja, we hebben jou uitgenodigd omdat er nogal wat internet... meneer de Graaf. Ik wil nu al Jeroen en Frank de Graaf omdraaien. Want dan zit ik, dat is echt veel beter. Dat Jeroen naast Jack zit. Sorry, maar anders moet dat dadelijk doen. Dat doe ik nou meteen. Kunnen we dan vanaf het begin nog een keer doen? Ook deze week gaan we het nieuws weer doornemen met drie mensen die zelf op deze manier in het nieuws waren. Jeroen, deze is voor jou. Ja, Jeroen. Jeroen, jou hebben we uitgenodigd. Er was nogal deze week wat internationaal nieuws. We hebben een straalverbinding met Tanzania. Oh. Hans? Hans? Oh, dag schatje. Dag. Dat is net de gaaltje. Ach, dag liefje, dag boemoe, dag poppie, dag soppertje. Dag platenboefje. Ik weet waar het nou, de volgende twee expedities hebben we niet in Nederland moeten afbreken, omdat we op de mond... Wat? Ja, zo meegekomen. Zo meegekomen opnieuw instart, jongens. We zien hem nu ook voor het eerst, hoor. Ik moet hem ook nog even oefenen. Ja, maar het is vrij uniek, hè, in showbizland, hè, want hij is echt een man met wie je oud wil worden. Met wie ik wat wil worden? Oud. Oud? Nee, joh, als je het tegenwoordig... Als je het kan betalen, dan hoeft dat tegenwoordig toch helemaal niet, hè? New York. New York. Ja, dankjewel. Jongens. Wat is er met Vanessa? Jongens, wat is er met Vanessa? Je is heel leeglopen. Even... Kan je inhouden? Ja, maar meneer de Vraven, misschien leuk. Ik heb een verrassing voor u, want als het goed is hebben we nu een straalverbinding met Londen met Mr. Blair. Mr. Blair? Oké. Okay. Blair, ken jullie hier niet? Wat voor lipgloss heb jij nou op? Angst, zweet. Ik ben graag bereid om een stapje terug te doen en besnoot op de reservebank te gaan zitten. Ik ben in de politiek zeg maar type Aaron Winter. Ja. Die heeft deze week afscheid genomen, meneer Van der Licht. Even kijken hoe dat gaat oplossen, hè? Want ja, geluid zit er weer. Ja, dat is misschien niet zo'n heel goed voorbeeld. Ja, goed. Connie, nog een vraag. Ga jij nog wat verbouwen in je gezicht voordat Hans thuis komt? Nou, ik heb alleen maar een beetje melkzuur in mijn lip, hoor. Ik bedoel, dat kan helemaal geen kwaad. Ja. Het enige nadeel is, je moet alleen geen citroenthee drinken. Het gaat schiften, hè? Hey, what the fuck are you trying to do to me? Fuck you. Get the fuck, what? De laatste test van Al Sharif. Oh, maar dit is dus een verbrief. Martin Vergerg will never reach. The last part that came back. Oh. Martin Vergerg will never reach. Oh, yeah. Martin Vergerg will never reach the final at Roland Garros. Thank you. Tot september. Dag. Oh, nee, tot volgende week. Tot spijt. Nou, 23 minuten keihard. Ja. Dat oud worden van Vanessa. Als je dat niet kunt betalen, is het helemaal niet nodig. Is het niet gewoon een betere opmerking van oud worden? Dat woord ken ik helemaal niet. Ik heb het gevoel dat hij niet valt daar. Ja. Oud? Dat woord ken ik helemaal niet. Wel leuk om met z'n drieën, dus Jack, Frank de Graven en Jeroen Pauw, alle drie oud. Dat woord ken ik niet. Dat is wel leuk. Ik vind het wel leuk, staat voor. Ja. Nou, we hebben trouwens een verrassing voor u. Mr. Black en you hear me. Lipgloss, angst, zweet moet er dan uit. Ja. Laat je nog wel eens laten zien dat Frank de Graven zijn... vind ik nog wel dat Frank de Graven zijn haar adviseur is. Dat vind ik nog wel. Dat ja, ik kan je citaat in horen houden. Ja. Ja, maar dat levert voor de grap niet echt zo. Nou, wat een ander is, a beautiful program. Daar zit toch eigenlijk die verwijzing naar de Eurovisie Songfestival, of doen we die daar niet? Van, you made a terrific show, can I compliment you on the... Of gaat hij niet vallen? En de presentation, ja, nee, dat heb je niet. Ik ben al te verbaasd dat Blair daar weer echt zit. Oké. Okay. Aron Winter is eruit. En na fluiten mag ook weg.
Ja, dat melkzier mag er van mij ook uit, want die viel nou twee keer niet. En ik denk dat we dan niet gokken dat hij derde keer wel gaat vallen. Mm, die vind ik wel leuk, die viel de eerste keer wel. Hij valt bij mij, hij heeft mij de hele week nog niet gevallen, maar hij werkt net ook. Hij hindert me niet. Maar ze doet, maar dat kan ze ook niet. Daarna je gaat als je weg en je kan fluiten. Nou, oké, ga je nog wat aan je verbouwen? Ik zoveel verbouwen. Ja, ik heb helemaal niet zoveel verbouwen. Ik heb een beetje melkzuur in mijn lichaam. Nou, dat heeft maar geen nadelen. Is heel schuldig. Het enige wat je moet doen, je moet geen citroen geven. Dan gaat schiften. Ja. Het klinkt als een grapje. Ja, maar je vindt het zo jammer als je daarna niet meer die kan doen. Want het zag er zo door. Nee, die verkluit moet erin blijven. Maar hoe kan je die dan doen zonder... Hij heeft één grap over plastische chirurgie. Dat is iets. Dat is die. We zijn al bezig, Hans. Wat zeg je? We zijn al bezig. We zijn al bezig. De gast aan de hand komt. Ja, oh ja. Ja. Als je een handwerk in bent, dan kon dat niet. Nee. Vertaald krijgen. Nee. Nou, ik zeg. Maar dat is voor de grap tegen je. Kom maar. Wat is dit nou? Zijn de making of kopspijkers aan het maken? De making of kopspijkers. Frank de Graaf heeft ooit wel eens met een microfoontje rondgelopen in de uitzending, maar dit valt meer op. Zou je het opstaan in de camera? Nee. Onbereikbaar. Het was onbereikbaar. Niet een geheim microfoontje. Nee, maar als ik met deze camera in de kamer zou komen, als kamerlid. Nee, ook niet. Dat komt door mijn bord. Ik geef je mijn mobiel. Dag schatje, dat bruidsmannetje. Dag, hoi. Dag nachtegaaltje. Dag poepie. Dag apenkoontje. Dag toppertje. Dat is die iconetje. Dag platenpoepie. Ja, dat moet wel voor de poort zijn hoor. Het hele duur is een ding. Dus de eerste een dan de ander. Echt om de beurt hoor. Gaat wel goed, dat gaat wel goed. Oud worden valt niet, hè? Nee, die hebben we veranderd. Dat worden oud. Oud, zegt dan zelf tegen Vanessa. En dan zegt Connie, dat wordt kinder. Oké, gewoon duidelijk. Ja. Dan is daarna die Frank uit over Aron Winter. Snap ik. Eigenlijk meteen een pony, toch? Ik heb als goed is nu contact met Max Westman. Max, ja, hoe wordt daar nou in Amerika op gereageerd? Rot, dankjewel Max. Nee, nou moet je doorvragen. Nee, Max, die verzonnen verhalen die komen in de wereld omdat er een enorme nieuwshonger in de wereld is. Hè? Jongens, wat is er met Vanessa? Kan iemand mij even oppompen? Nou, ik kan zeggen over Bush wat je wil, maar ik vind het wel een kaart. Oh jee, een vrouw die kaart leest. Heeft u daar een mening over? U heeft daar een mening over? Hoe komt dat zo? Met iemand strak gekomen. Kies voor de man die geen machtsbasis heeft, maar wel integer is. Zet hem woorden aan, Leia Jacka Hest. Ik moet bezig nog niet gaan lachen. Nou, zie je toch dat vrouwen wel degelijk een steentje bijdragen aan de internationale politiek, meneer Bergman. There have been questions in parliament. Is dat Frank? Frank! Hallo, Mr. Hallo, Tony! Mark Dunn. Thank you, sir. Thank you. Moet jij hem al... Thank you. We are in full control of the whole area of... Holy fuck! Is that Frankie? Yes. Oh, Frankie! Yes. It's so wonderful to see. You were the only one that ever made Saddam Hussein laugh. Yes, when I said nobody fucks with Frank Graven. Yes. Thank you, Mr. Blair. No, thank you. Oké. Okay. Cornelius, laatste, al die verbouwingen in jouw gezicht, gaan die niet te ver? Het valt best wel mee, het gaat best te ver. Als je niet meer kan fluiten, nou ja, ik fluit altijd nog beter dan wat ik zing. It's Vanessa! She's a natural woman. Yes. No operations whatsoever. Yes. Upside down. Dizzy, though it makes me upside down. Dizzy, but okay. Yes. Yes, thank you, Mr. Bray. Volgende week topspijkers. Dag, prettig weekend. Sterrenkleedkamer. Ja, zit in de 80. Van de laatste zien ook. Ja, dit is een sterrenkleedkamer.
Hier neemt de Jack dus genoegen mee. Dat is de huisbar. Een dood biertje. En dat is het. Ja, daar kom. Ga je mee, man. Ja. Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is de enige echte Jack Spijkerman. Ik ben de hele tekst aan het leren, hè? Maar ook eventjes buiten het gedoe als dan kan ik concentreren. Ik zeg dat het een goede stem is? Nee, dit is niet de verkeerde, maar die neemt het altijd over. Als er een camera in de buurt is. Dames en heren, voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Wijsglas. Ik vind het zo leuk als ik zeg. Wil iemand me even op? Dus, nee, maar soms zeg jij van. Moet ik je even oppompen? Maar oké. Ja, als je het niet doet, als je het vergeet. Ja, nee, dus, ja, nee. Nee, ik weet nu ook wanneer ik ga. Wanneer ik ga. Gewoon het einde filmpje langs. Ja. En die zit nu ook naar Kopspijkers te kijken en denkt, hey, goed. We gaan het nieuws weer doornemen met drie mensen die zelf op de een of andere manier in het nieuws waren. Allereerst is hier zangeres, showbiz-fenomeen, Connie Teughoven. VVD-Kamerlid Frank de Graven. En journalist-presentator Jeroen Pauw. Welkom. Welkom mevrouw Breukhoven, meneer Graven, welkom. En Jeroen Pauw. Jeroen. Is dat Vanessa? Yes. It's Vanessa! The incredible, it's Vanessa. She's upside down. Yes, upside down. Yeah. Dizzy, no, it makes me. She's the natural woman, no operations whatsoever. It's your man. Thank you, goodbye. Bye-bye. Thank you, goodbye. Nee. Goed, dankjewel Connie Breukhoven, meneer Graven, Jeroen Pauw. Dankjewel voor je komst. Zo goed was je. Ja. Waar? Qua maniertjes en zo. Yeah.